Vijf mannen moeten jarenlang de cel in voor een groepsverkrachting in Den Bosch. Dat gebeurde in het garagebedrijf bij het huis van een van de verdachten. En dat was hier, aan de Orte in Den Bosch. Daar was een zogenoemde chillruimte die werd gebruikt om seks te hebben. Begin 2019 werd een 15-jarig meisje door het vijftal verkracht. De jongste dader was op dat moment 17. Hij krijgt 2 jaar jeugddetentie en anderen moeten 3 jaar de cel in. De rechter legde soms hogere straffen op dan geëist. De rechtbank zegt het gaat om een ontzettend nare zaak, een groepsverkrachting. Een meisje van 15 jaar waarmee 5 mannen onbeschermde seks hebben gehad. Een uur lang in een heel vernederende en beangstigende setting. Ja, dat vraagt om hoge straffen. Ja, bij die uitspraak was verslaggever Noël van Hooft. Noël, toch wel schokkende zaken, hè, worden dat de rechter al zeggen. Maar wat maakt het nou allemaal zo heftig? Ja, de meest bizarre en gruwelijke details werden gedeeld. Een 15-jarige meisje had bijvoorbeeld gedwongen seks. En dat terwijl ze zich niet goed en suf voelde. Dus als ze haar hoofd wegdraaide, dan werd ze gedwongen om orale seks te hebben. En ondertussen hadden andere mannen onbeschermde seks met haar. Mannen die ze niet of nauwelijks kenden. Ja, je hoorde net al, alles bij elkaar duurde net een uur. En het werd ook gefilmd. En op zo'n filmpje hoor je Boy M, een van de mannen, zeggen: next one, volgende. Ja, allemaal heel erg respectloos en kwetsend dus. Nou, draaide de zaak ook vooral om de vraag of het nou vrijwillig was of niet, hè? Ja, volgens de advocaten was vrijspraak de enige juiste optie, omdat er ook tegenstrijdig verklaard was. Maar de advocaat van Boy M die zegt dat het meisje ook vrijwillig seks had en dat ze ook gewoon had kunnen weggaan. En als je dan de mogelijkheid hebt om een telefoontje te plegen met een vriend en je zegt dan niets over wat er jou is overkomen en je gaat na afloop van dat gebeuren nog eens gezellig een drankje doen beneden met de jongens om wie het gaat. Ja, dat springt in het oog. Maar volgens de rechter was het meisje in een mindere staat van zijn. En ze kon dus helemaal niks. En als ze dan aangaf dat ze iets niet wilde, dan werd ze hardhandig aangepakt. Ze werd uitgelachen en ook agressief toegesproken. Dan werd er bijvoorbeeld gezegd: luister maar gewoon, kankerhoer. Ja, de rechter zegt dat de mannen meisjes echt zagen als gebruiksvoorwerp. Nou, nou ging dit over 1 zaak, 1 groepsverkrachting. Maar het staat niet op zichzelf. Nee, er is ook nog een verhaal van een 17-jarig meisje. Die durfde alleen niet voor het OM te verklaren, omdat ze bang was van de mannen. Maar uit onderzoek blijkt dat op die plek in Orte, dat het daar vaker gebeurde en dat andere mannen ook gewoon mee mochten doen. Uit onderzoek blijkt dus ook dat er op de muren overal spermasporen zaten. Op de muren dus, in het bed, op lakens, overal werden die sporen gevonden.